Thuis bij MIK wordt mede mogelijk gemaakt door. Piet Klerks Woonboulevard. Deidmers bij Hans Mannemode. En Kappers Inc. Purmerend. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Thuis bij MIK op weg naar de verkiezingen. In dit programma nodig ik alle lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadverkiezingen uit. Hier gezellig bij mij op de bank. En vanavond de lijsttrekker van PB21. Harry populier. Uh, goedenavond. goedenavond. Uh, leuk dat u er bent. Uh, ja, eigenlijk de eerste vraag die ik aan iedereen stel: hoe zit de bank? Is zit lekker. Ja? ja, best te doen. Zou je hem zelf ook thuis willen hebben? Nee. <hij fucking totgenwoordelijing> thuis zitten we een, een wat <totgenwoordelijk> grotere bank. Ja, en, een zitbank. Ja. Ja. Um, hoe gaat het op dit moment? Gaat lekker. Druk met van alles? Of? Ja. Van alles, ja. Pensioen, ja. werk. Alles er tussendoor. Interim. En dan politiek. ook nog uh, een stukje politiek. Een stukje politiek. Ja, wij ja. gaan het echt over van alles hebben in de aankomende 20 minuten. Behalve over politiek. Nou ja, zal vast wel een heel kort. Uh, natuurlijk, aan bod komen, dat is nou even ook een deel van het leven. Ja, uh, we precies. gaan het echt hebben over het, uh, over het leven. En dan beginnen we eigenlijk ja, uh, bij de geboorte. En dat is hoeveel jaar geleden? 67 jaar geleden. Ja, dan vraag ik het subtiel hoe oud iemand is. Dat ja, weet ik. Ja. 67 jaar geleden. Ja. Uh, wat voor gezin bent u opgegroeid? In een uh, gewoon gezinvader die, uh, die altijd gevaren heeft. Uh -huh. Is dan ook meteen met dat varen? Was, heeft dan, uh, is het ook dan een hobby geworden uiteindelijk van nu, dat varen? Of was het altijd maar gewoon. Mijn vader deed het en ik zag het op afstand. Wel een hobby, maar gewoon geen tijd voor om het echt uit te oefenen. Inmiddels nee. wel een sloep, die ligt keurig in de Rijp. Nou, daar en. woon ik. <laughs> Mooiste dorp van Nederland. Absoluut. Ja, ik <laughs> ligt daar bij mijn zoon in de, achter in de tuin. En, en dan, dan uh, uh, af en toe vader weer mee. Ja, en uh, dat gezin, uh, vader, moeder, uh, geboren in? Amsterdam. Amsterdam. En ook uh, heel lang gewoond of uiteindelijk op een gegeven moment toch de overstap gemaakt naar permanent? Of hoe is, hoe, is, hoe is dat gegaan? Ik heb uh, heel lang. Uh, Amsterdam gewoond tot mijn, uh, ik denk zo tot mijn 28e zo'n beetje. Ja. Oh, dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad een lange tijd, in die tussentijd ben nooit uit geweest ook uit Amsterdam? Nee, nee Echt nee, tot nee. de 28e? Ben ik ja. helaas Amsterdam uitgegaan, ja. Helaas? Ja. <laughs> en toen ging je naar Purmerend? En toen naar Purmerend, ja, ja. klopt. Nou daarover uh, gaan we straks meer, maar dat, uh, het kleine gezin populier. Had u broers, zussen? Ik heb één broer. En hoe was dat thuis? Was het, uh, was het gezellig, was het af en toe wil wel een Gewoon, beetje... gewoon, nee het is gewoon... Uh, gewoon? Die, ja. Ja, en uh, dan gaan we uh, ja, naar de basisschoolperiode. Wat voor leerling uh, zat er in de klas? Was het een beetje een strebertje of ging dat allemaal wel goed? Nee, het was uh, geen streber, absoluut niet. Nee. Het was meer een uh, ja, school zoals de meeste leerlingen denken: het, het moet. Ja, het, ja, het, het was goed en gezellig. Ja, ja van want... gezelligheid is belangrijk. En was het ook altijd wel zo of was het af en toe dat het te gezellig werd dat, het, dat de leraar dacht: van nou, nu moeten we even wel een beetje minderen? Dat, ik moest minder. Ja, dat kan <laughs> ja, toch. Dat, ja, dat, ja, 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 ja. dat is af en toe zijn. Nou, nu eventjes ja, uh, een stapje terug. Ja. En was het makkelijk vrienden maken of was het toch wel veel ook gewoon gezellig zo in mijn eentje? Nee, oh, vrienden. vrienden. Ja. En uh, voetballen daarna of was het ook allemaal? Nee, ik heb voornamelijk uh, judo, turnen. Oh, hand, is het turnen En handbal. Ja. En dat turnen, wat, dat is natuurlijk een, uh, dat is een pittige sport. Uh, ver, nou ja, vergeleken handbal en, en judo. Judo is ook pittig en handbal ook. Maar turnen is toch wel... Uh, uh, Doen niet zo heel veel mensen. Uh, was het, dat het toch een beetje daardoor een buitenbeentje? Want ik spreek naar mijn broertje, die heeft ook jaren geturned. Ja. Die was toch altijd toch wel een beetje een buitenbeentje ook in de klas. Nou, ja, ze zegt zelf: dat was erg pittig. Ik vond het ook te pittig. En ik, uh, ik moest veel, toch veel trainen. Dus ik ben daar heel snel mee gestopt, eigenlijk. Ja, maar wel een aantal jaar volgehouden. Ja, twee jaar. Twee jaar. Dus dat valt best mee. En uh, dan gaan we nog even op, de, op de, uh, ja, de basisschool. Had je altijd volgens mij de, de vrijdag, de, weekend, de, de, de weekafsluitingen. Uh, stond er ook altijd lekker voor op het podium om gewoon gezellig te doen? Of? Dat was toen nog niet. Oh, dat nee, was. Nee, dat was toen. Wat nee. deden jullie toen de tijd om de op week. Zaterdagmorgen was ik nog, nog op school. Ik had nog uh, zaterdagochtend ook school. Oh? Ja, oh. Dus dat is. Ja, dat uh, <laughs> ja, maar altijd. Of was dat gewoon dan in een periode? Of was het altijd op zaterdag gewoon nog school? Het was gewoon zaterdagmorgen. Ja. Oh. En dan was je maandagochtend vrij of ging dat gewoon nog? Af... Nee, je gaat gewoon door op de basisschool. Oh. Dat is later al afschaf die zaterdag dat ja. wel. Maar dat heb ik wel meegemaakt zaterdag. Ik zat op een katholieke school dus veel uh, met godsdienst te maken. Ja. Dus uh, af en toe van, de, van schoolweg naar als misdienaar naar de kerk toe om een uh, trouwerij even een uitvaart uh, te mogen dienen. Mm -hmm. Dat waren de meeste uh, mooie momenten, want dan kon je van school weg. Ja, dat, en, en bijzondere momenten dan uiteindelijk ook wel, denk ja, ik. Ja, dat zeg als kind niet. Nee, nee, nee. 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 En is dat, dat geloof, hè? Dat, dat je, zit je op een katholieke school, gaat dat geloof dan ook mee? Bent u gelovig? Of? Uh, niet praktiserend. Nee, dat is ja. wel gewoon op de school en we deden wat, uh, je, je deed wat moest. En ja. uiteindelijk ja, 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 gewoon uh, ja. inderdaad ook. Ja. Uh, Dag, wat, wat wil je worden vroeger op de, op de, op de basisschool? Een schoolmeester. Ah, ja. toen al toen al en dat is eigenlijk pas veel later uh, eigenlijk in de praktijk uh, uh, lager geworden. Ja, ja. Uh, we hebben dan van de basisschool hebben we nog een hele periode ja, tot dan oh, nu 67. Ja, 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 ja. <laughs> dan gaan we het uh, proberen om daar zoveel mogelijk over Geen te logisch, hebben. Ja. Maar ik wil ook nog even dit hele leuke scherm staat hier en dat scherm kan in alles veranderen. Uh, en de meest persoonlijke dingen staan op iemands telefoon. Dit scherm verandert straks in een telefoon en die stelt een persoonlijke vraag uh -huh. over iets wat uh, wellicht op uw telefoon kan staan. Heeft u uw telefoon bij u? Ja, ja. Nou, dus het kan zijn dat straks het scherm een vraag stelt en die vraag wordt beantwoord via de telefoon. Zo simpel is het eigenlijk. Het is een technisch dingetje en daar komt die. Kijk, nou, dat is de telefoon. Nou, we hebben van alles. Nou, leukste foto op de telefoon. De leukste foto op mijn telefoon. Ja. De... Maakt u veel foto's? Nee, nee. Helemaal niet. Want ik geef eigenlijk niet zo'n foto's. Maar ik doe er ook helemaal niks mee. Nee? Nee. Maar ook nooit gehad? Nee. Maar dus, dus, uh, ik heb wel wat foto's en dus eigenlijk, ja, natuurlijk uh, nu uh, kleinkinderen, is toch heel leuk. Ja. Maar. Van mijn echte noten, maar of van, van mijn gezin, maar echt foto's. Het is niet zoals uh, als je op de fiets zit en uh, ergens een uh, leuk weet ik veel, leuk diertje voorbij komt. Dat even snel de telefoon wordt gepakt en een foto nee. gemaakt. Als ik dat wil doen, pak ik mijn foto's al, dan ga ik er echt op uit om foto's te maken, maar niet op mijn telefoon. Nee, dus echt, heb, heb je wel wat met foto's maken? Want je hebt wel eens dan kennen, ja, een ja, of wat is ja. het? Een, een Nikon. Nou, we hebben, dit is de telefoon. Uh, heeft u ook een iPhone of is het een Samsung? Nee, Samsung. Oh, dus nou, dat lijkt uh, iets anders dan op, wat op dit scherm staat. Uh, we, nou, uh, wat hebben we nog meer? Het kan zijn dat er straks gevraagd wordt: goh, uh, wat is het leukste boek? Uh, wat staat er nog dit weekend op de planning? Uh, het kan van alles zijn. Maar daarover straks meer. De telefoon gaat nu weer weg. Die verandert. Want uiteindelijk is de bedoeling dat ik veel te weten ga komen. Dan gaan we van de basisschool naar de middelbare school. U uh, wilde uh, leraar worden, schoolmeester worden. Ja, ja. Uh, welke overstap werd gemaakt na de basisschool, uh, naar de middelbare school? Een MAVO, ja, gewoon de rustige weg. Omdat ja. ik niet veel tijd in wilde investeren, en wilde geven, de druk met andere dingen. Ja. Wat deed u dan? Veel? Nou ja, uh, handel vond ik altijd heel leuk. Ja. Dingen uh, opknappen, verkopen, doen. Uh, gewoon eigenlijk dat, ze, dat vond ik veel leuker dan heel het uh, gebeuren met, uh, met leren eigenlijk. Met boeken lezen zo en zo. En, ja, ja. en dat vind ik dan wel grappig. Want je bent leraar uiteindelijk ja. geworden. Ja. En dat vind ik dan inderdaad wel grappig. Dus dan kan je eigenlijk ook heel erg in, inderdaad in die leerlingen... Ja, absoluut. Ja. Uh, uh, ja, dat je denkt, oh ja, nou, ik ja. snap eigenlijk ook wel waarom ze inderdaad nu lief de, de, de boek wegleggen en dat ja, hier hoor. zit om, om te moeten doen. Dat zeg ik ook vaak tegen ze: van het is heel logisch, ik begrijp. het. Ik ben ook leerling geweest, maar ja. is, soms moet het wel eventjes. ja, ja. Nou, Ik wil straks over de, de liefde uiteindelijk dan toch voor het, ja. voor het vak lesgeven. Want dat, is, dat, dat komt dan natuurlijk uiteindelijk. En op de middelbare school uh, een MAVO gedaan. Uh, dat ging ook allemaal prima, want ja. leren ging ja. wel. En wat daarna? Want de, wilde HVO? je toen nog steeds uh, ja. meester worden? Ja, naar de HAVO ben ik toegegaan. En toen was eigenlijk de Pedagogische Academie, er was toen een overschot aan, uh, aan onderwijs, aan eigenlijk. Maar ik ga, ik ga niet voor de, iets studeren waar ik daar niks mee kan doen. Nee. Dus toen ben ik ermee gestopt eigenlijk. Toen ben ik naar, uh, bij een bank terechtgekomen. Oh, dat is wel heel wat. Uh... Ja, heel wat anders. <laughs> ja. Dat heb ik daar toch, heb best wel lang volgehouden. Dan hebben allemaal studies gedaan, en uh, ja, goed, uh, diplomas gehaald binnen het uh, bank- en verzekeringswezen. Ja. Het is wel grappig wat je dan nu zegt dat er toen eigenlijk een overschot ja. aan leraren ja, ja. waren. Ja, ja, ja. En dat er nu eigenlijk iedereen wordt gevraagd van: Goh, kom, wil je alsjeblieft bij ons ja. leraren? Ik kan je, uh... je voorstel, ja, je ging echt werken of, uh, studeren voor de, om de, in de WW te komen. Ja, het ja. en nu is het, het helemaal veranderd natuurlijk. Absoluut, ja. En dat bankwezen, zo noemen ze dat Het bankwezen. bankwezen ja. Ja, uh, tot hoe lang is dat volgehouden uh, heeft u dat gedaan? Dat heb ik volgehouden tot uh, 22 jaar geleden, zo'n beetje. En toen de overstap gemaakt naar. Ja, ik heb wel Nederlands gestudeerd inmiddels, dat heb ik wel gedaan. Ja. En op een gegeven moment uh, moest ik een klantenservice moest ik begeleiden, uh, correspondentie doen. Uh -huh. Wij gaan nou prima, maar dan ga ik toch ook uh, toch even weer de zaak op, op, weer ophalen En uh, op herhaling. En ja. heb ik mijn lerarenbevoegdheid gehad, ben ik stage gaan lopen. Ik vond het wel zo leuk eigenlijk. Dat het... maar, weet je, ik ga ik ga gewoon de overstap maken en gewoon uh, lekker. Uh, voor de klas. Ja, en, het rustig aan. Ja, en is dat uh, altijd lesgegeven uh, hier in Purmerend of ook buiten Purmerend? Ik, ben, ik heb één jaar in de Zuidoost Amsterdam lesgegeven. En toen ben ik uh, hier in Purmerend uh, een open sollicitatie gestuurd. en ben ik ook aangenomen. Ik ja, heb en twintig jaar hier gewerkt. In... Twintig jaar op ja, de ja. En dan neem ik PSG. aan: de Purmeren, Purmeren, Jan van Egmond. Of... Koogmolen ben ik begonnen. Uh -huh. Wat nu dan de Gerrit Rietveld heet. Yeah. En later dan Jan van Egmond. Ja. En altijd met plezier gedaan. Jawel, absoluut. Ja, ja, ja. En is het dan ook nog zo, als je dan nu door permanent loopt, dat oud-leerlingen uh, tegenkomt? Ja. Uh, hoe, ja. Gaat er dan nog veel, als ze die tegenkomen, praat u dan nog, gaat er nog inderdaad veel over, toen de tijd, goh, ik wist nog hoe jij in de klas was en uh, nu doe jij dit? Nee, heel werkgevend dan heb je zoveel leerlingen, heb je eigenlijk de een revue gepasseerd, dus ja. eigenlijk dan denk je, oh wie is het ook weer en zijn uh, herkennen ze mij wel, maar dan denk je, ja, en als je al praat, dan kom je wel of niet achter de naam. Ja. Maar echt over, van de vraag, wel, wat doe je nu en met, uh, hoe gaat het? Dat wel, maar niet meer over, echt over de school. Soms komt het wel eens ook. Zeg gewoon, wat was uh, u een leuke leraar? Of, of ja. werd het niet gezegd? Uh, kan ook. Ja, kan ook. Maar als je het niet leuk vindt, dan gaan ze ook niet met je praten, dan lopen ze hier voorbij. Nee, dat is waar. Ze, komen, ze gaan inderdaad ja. wel gewoon ja. om inderdaad het. Ja. Uh, het, het dus De meesten lopen mij voorbij, dat is waar. <laughs> is het rustig als je op mijn Ja, dus, ja. <laughs> Nee. Die vond ik wel leuk. Maar dan gaan we uh, uiteindelijk uh, bankwezen gaan. overstap gemaakt, Nederlands gestudeerd en uiteindelijk leraar geworden. Daar zit natuurlijk ook nog een. Uh, we zeiden net al even: foto's maken wel van het gezin, etc. Er zit ook de liefde natuurlijk in die tussentijd. Wanneer heeft u uh, echtgenoten ontmoet? Dat is uh, in uh, 83. Dat is alweer uh, Dat is 39 jaar geleden. Nee, nee. Nee, langer? Nee, korter. 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 Ja, we, tijd geleden. Ja. Weet u nog precies waar dat was en hoe dat is gegaan? Handballen. Ja. Samen, samen was... Uh... Ja, we deden samen de speelregeltesten bij de uh, desbetreffende vereniging mm -hmm. en dan kwamen we uit op de landelijke kampioenschappen. Op een gegeven moment is dan toch, uh, en op het handbalveld kwamen we elkaar toch ook wel tegen, ja. scheidsrechten, dus we toch, gingen we elkaar vragen om uh, op het toernooi te fluiten. Ja. Dus zo is het eigenlijk gekomen en gebleven. En uh, wordt er nog wel eens, uh, uh, hebben jullie nog lang in die periode gehandbald of was het uiteindelijk inderdaad wel gewoon... Uh, handbal eigenlijk tot 19. Uh, ja, ik denk tot eind tachtige jaren. En toen was het uh, nog coach geweest nou ook. Uh, ja, ja, nog steeds? Of? Nee, niet meer. Nee hoor, nee. nee. Ga je andere leuke dingen doen? Ja, en is het nou zo, uh, dat ik neem aan dat het zo handbal dan toch wel ergens toch wel een soort liefde natuurlijk ja. is? Anders doe je het ook niet zo lang. Nee, Stel, er is nu ergens een handbalvereniging die zegt: Nou, we zouden het zo leuk vinden, Harry, als je bij ons nog even, uh, alles maar één keer in de maand, nog even training gaat geven. Ja, Alles is bespreekbaar. Zeg ja, ik. dat is. Uh, nou mensen u kunt mailen nee ik sta, ik sta overal voor over open ja, ja. u kunt u kunt mailen als u denkt nou ja. we hebben nog een leuke ja. een leuke leraar uh, handbal nodig het uh, het kan allemaal wat zijn de, uh, uh, de hobby's hobby's uh, Overal mee bemoeien mm -hmm. dus daar, daarom ook politiek in ja het is uh, nee een andere hobby is, ik, uh, ik ja ik vind het algemeen ik vind het sport heel leuk in het algemeen uh, ik mag graag lezen mm -hmm. uh, ja, ik mag graag uh, de natuur in fietsen lopen ja. eigenlijk het is heel divers eigenlijk, maar niet echt één specifieke waar ik gewoon dag en nacht mee bezig ben. Wat nee. ik absoluut niet doe. Dat zijn spelletjes op de computer, want die heb ik ook niet. <laughs> uh, dat vind ik ook absoluut niet. Maar ja, gewoon heel als mijn buiten de deur is eigenlijk. Ja, dus Komt wel gewoon er, lekker nou, op stap. Inderdaad. Nee. Is het dan ook naar voetbalwedstrijden toe of sportwedstrijden bekijken van dichtbij of dat dan allemaal via inderdaad thuis via de uh, televisie? Dan ik, kijk, kijk ik dan uh, meestal op de tv en soms ga ik met mijn zoon mee met uh, als je gaat golfen, ga ik wel eens mee. Ja, dat, en, uh, vroeger veel mee geweest, toen hij kleiner was. En, eigenlijk. en gaat u nou mee of is het golf eigenlijk ook wel een hobby dat, dat je zelf ook inderdaad. Ik heb helemaal geen tijd en, uh, en ik heb er ook geen geduld voor eigenlijk. <laughs> het is net als vissen. Ja, ik heb je er, er... geduld voor. En als ik een, een slag doe, dan zie, die een placht, zie ik die hele plag meegaan en die bal die blijft liggen, denk ik nou. <laughs> laat maar. La, laat maar inderdaad, dat is aan, niet aan mij besteed. Nee, en uh, de zoon uh, uh, golft heel uh, hoog of gewoon, inderdaad, gewoon lekker voor het plezier? Ja, nul handicap dus. En dat houdt in, ja. Ja, dat hij eigenlijk uh, in principe zou die pro kunnen worden. Ja, en worden word dan hier gegolfd gewoon in permit? Of gaan jullie gewoon overal door beams Of gaan jullie overal gewoon lekker naartoe met z'n tweeën dan? Als hij, hij gaat echt overal naartoe. Ja, ja. Gewoon, uh, met de GVB op stap en, uh, ja. en gaan. Ja. Um, we hebben het even over zoon gehad. Uh, hoeveel kinderen heeft u eigenlijk? Twee. Twee. Ja. Zoon en een. En een zoon. Twee zoons? Ja. <laughs> hoe, hoe, is de, hoe is de band met, met, met de kinderen? Is dat, hoe, hoe zit ja, dat? heel licht. Het zijn eerder vrienden eigenlijk dan dat je zegt, het zijn kinderen. Ja. Dus gewoon inderdaad samen naar sport toe, samen op, op stap ook? Ja, interesse dat... in elkaar, ja eigenlijk best wel heel veel samen eigenlijk. Ja. ja. En uh, interesse is dan ook politiek, uh, in ieder geval bij jou, is dat dan ook met de kinderen zo? Of die denken nou, dat is een beetje afstand, laat maar. Absoluut niet bij de anderen. Nee? nee. nee eentje heeft het wel geprobeerd, maar die, hij zegt, ja die, die zegt een paar jaar gebeurd als commissielid. Nou, het is gewoon een zinloze, kansloze missie. Ja, uh, maar politiek, dat doe jij ja. wel. Al een aantal ja. jaar, uh, druk mee bezig. Uh, waar, kwam dat, waar kwam die interesse? Was dat inderdaad, ja, ik bemoei me overal uh, graag mee, ik, ik wil daar iets meer mee doen? Of hoe is dat uh, uiteindelijk gegaan? Uh, gevraagd door een, uh, door een partij hier in Permanent, mm -hmm. uh, ben ik een uh, ja, paar jaar ervaring opgedaan eigenlijk en meegelopen en best interesse in. En uh, geef uh, landelijk ben ik, ja. uh, ben ik benaderd door uh, iemand uit voor, bij uh, uh, trots per, Partij van Rita Verdonk daar aan wilde sluiten. Dat heb ik dan gedaan. En zo dan, doen de trots uh, op Purmerend mm -hmm. ontstaan en daarvan eigenlijk verder gaan. Ja, en hoe? Dat vind ik dan wel grappig, want je, dan word je benaderd daarvoor. Uh, hoe gaat dat? Is het inderdaad, iemand komt gewoon naartoe? Nou, het lijkt me nou zo leuk om wij nou. gaan dit en dat doen. Nee hoor, het is gewoon, uh, ik ken die persoon vanuit het voetbal, vanuit het uh, jeugdbestuur gezeten bij FC Purmerend. Ja. En die persoon kwam namelijk: Goh, je leuk en uh, is dat via uh, politiek? Ja, ik zeg, besturen vind ik altijd sowieso leuk mm -hmm. en vergaderen dat vind ik toch ook altijd wel gezellig. Ja. Als het zinvol is en een beetje uh, geordend gaat. Dus ik uh, gaan, kom eens gewoon eens kijken, zo doen daar gewoon puur op straat. iemand weer tegenkomen: god hoe gaat het met je? En, en zo erin gerold. En uiteindelijk, wat is, wat is het allerleukste aan politiek? Uh, wat ik het leuk vind in de politiek, eigenlijk uh, om toch door wat argumenten zijn, en dat er vaak uh, eigenlijk uh, ja, mensen met meningen komen, en dan uh, dat, om te gaan zitten naar, naar feiten, eigenlijk, en mm -hmm. naar argumenten, en gewoon het met elkaar een keer een goed debat te voeren. Ja. En dat mis ik helaas wel eens, maar dat zou ik heel leuk vinden. En wordt dat thuis ook wel eens gedaan? Een een klein debat thuis? Of liggen het, het allemaal maar. op één lijn? Nou, nee, het is geen moment, op, Maar er moet wel met argumenten komen. Van, het is altijd de W en de H vragen. Ja. Ja, kom maar op en toon maar aan. En, uh, en soms kan je ook een mening even worden. En dat, het is ook zo, er ja. is een argument voor te hebben. Maar het is uh, vooral in de thuissituatie, moet je altijd maar met argumenten moeten komen. Dat dus is ook een beetje onzin. Ja, nee, dat is inderdaad waar. Moet de mening wel, uh, kan inderdaad ook. En ja, het moet, moet, moet ook wel gezellig bij Ja, Ik wilde het net en, zeggen, het moet. Ja, dat zo, zo'n zakelijk geheel, dat is uh, <laughs> absoluut niet. We hadden het net over de, over de kleinkinderen. Ja. Uh, hoeveel kleinkinderen zijn er? In, inmiddels twee. En allemaal uit. De, de zoon. Ja, mag ik vragen hoe de zoon heet? je zoon heet? Eentje heet Steven, ander heet Michael. En één van de twee woont dus ook in de Rijp. Ja, klopt. En uh, die. Ja, ik moet even. Nee, even, nee, nee, nee. Nee, die hebben geen. Dus uh, Michael heeft dan. Uh, nee, nee, Steven. Steven. Michael woont in de Rijp. Michael woont in de rij. Michael Steven is de het de Die twee, klein, ja, uh, twee ja, kinderen. kinderen. Ja. ja. Uh, ja, hoe is gaat opa uh, uh, inderdaad ook ja. in het weekend uh, leuke dingen doen? Nee, nee het is, ik ben geen oppas-opa. Mm -hmm. Ik heb ook geen vaste tijden, maar ik zie ze wel heel vaak. Of ik zie vooral mijn, mijn kleinzoon twee jaar. Dan ja. is hij net drie weken oud, dus dat zie je heel, missie wel, maar daar kun je nog weinig mee doen. Ja. Eigenlijk met oppassen en zo. Maar, maar als ik met, uh, met mijn kleinzoon wegga, gaan we naar de of we gaan inderdaad uh, naar de kinderboerderij of we gaan naar een. Een naar Een buitengebeur. Ik ga niet naar, naar, Zo... pret, uh, naar uh, Indoor een. Speelparadijs. Indoor speelparadijs. Nee, nee, nee. Gewoon oh, lekker de natuur nou, in. Ja. Gewoon uh, ja. gezellig. Uh, we gaan weer even naar de telefoon. De telefoonvraag. Kijken. We kijken. Er komen veel meer te weten. Ja, maar misschien heeft de telefoon een vraag. Dat ik denk, nou. Wie weet. Stom dat ik daar niet op kon komen. <laughs> dat ik denk, nou, waarom kon ik die vraag niet stellen? Even kijken. Ik zie. Waar gaat hij naartoe? Muziek. Muziekgenre. Wordt er veel uh, muziek geluisterd? Ja, dat vind ik heel erg mooi. En klassiek. Ja? ja? En is dat klassiek dan ook, uh, ga je dan ook naar het concertgebouw? Ik ga wel eens naar het concertgebouw. Niet zo heel vaak hoor, maar ik ga wel eens naar een uh, concert te doen. Te weinig. Omdat het toch de liefde uh, is eigenlijk. Uh, is alleen bij mij. Oh, dus, uh, dus dan ga je toch meer gezamenlijke dingen doen. Dus op zich, maar ik vind alle soorten muziek kan ik ook waarderen hoor. Hip-hop mm -hmm. kan ik ook waarderen. Uh, op zich vind ik best heel veel ook wel leuk. Algemeen ja. interesse, maar als ik zelf thuis ben, Frans Franse chanson mag ik heel graag naar luisteren. En klassiek, dus als ik alleen thuis ben en mijn vrouw komt thuis, dan uh, Wordt weet ik best van tevoren van de staat of Keihard uh, uh, Klassiek aan. Ja. Of het rustige achtergrond uh, Frans chanson. En de chansons, dan, er was een paar weken geleden een programma met uh, Matthijs van Nieuwkerk oh, ja. en Rob Kemps. Ja. Met de, 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 inderdaad de chansons in Parijs. Ja. Kijk je dat dan ook met veel plezier? Of? Kijk, ik heb wel, Als ik dan op uh, tv kijk, dan kijk ik er met veel plezier. Ik heb één uh, aflevering ervan gezien ja. eigenlijk en dat is, uh, vind ik achteraf jammer. Ik wist ook niet dat het... Ja, ik ben ook zo'n kijker, eigenlijk, op, uh, in de gids van wanneer komt er wat. Mm -hmm. Dus dat heb ik dan eigenlijk gemist, maar dan kijk ik er wel naar, ja. ja, ja. De, de, de Franse stations ontzettend... Eigenlijk kan je dat iedereen aanraden. Er waren vier afleveringen gemaakt, is prachtig. Ja. Inderdaad, als je geen de Franse stations wat minder goed kent, zoals ik. Ja, ik weet wel wie Edith Piaf was en Charles Aznavour. Ja. Maar als je die serie kijkt, dan is het voor iemand zoals ik, en dat zal mijn leeftijd uh, ook dan is het prachtig. Dan ga je heel anders naar die muziek uh, luisteren. Absoluut. Ja. Uh, en de klassieke muziek, uh, ja, dan uh, is dat dan, uh, ja, uh, hoe heet het ook, Wiebi, Wiebi Shur Shuradi. Shuradi. Nee, ik zit echt richting Beethoven, Tchaikovsky en uh, dat, uh, deze groep zit ik eigenlijk Ja, dus de, de liefde ontstaan op de basisschool ontstaan eigenlijk. O, hoe is dat? Ja, dat is, was in de. was er nog. Uh, klas 4, dat is nu groep 6 is mm -hmm. er tegenwoordig. Uh, had ik een broeder. Ik zat op een, uh, op een broederschool. En die ging op een gegeven moment ook. Uh, een, een klassieke plaat draaien. De Vremersberg, Met een symfonieorkest uit. Uh, Zuid-Duitse symfonieorkest. Mm -hmm. En dat vond het zo ik zo indrukwekkend en zo mooi. Ik heb ook toen. hadden we nog. Uh, die plaatjes, van die plaatjes, ja. synkeltjes, van die zwarte schijven, die grote schijven <laughs> in die tijd. En uh, die heb ik ook eigenlijk heel snel voor, uh, ja, voor de Sinterklaas of voor de feestdagen of op mijn verjaardag gevraagd. Dat was ook mijn eerste plaatje. En dat vergeet ik nooit meer. Nee. En dan even kijk, groep 6, dan ben je 7, 8. Denk, ja. Ja, ja, en dat, als je, dat is dan inderdaad wel bijzonder, als je zo'n muziek hoort en dat opeens die liefde ontstaat. Dat ja, is echt vond ik zo geweldig. En die plaat draait echt nog heel, ook op Spotify ook. Ik heb hem eindelijk gevonden en veel ja. werk, want het is, heel lang heeft hij nou niet op Spotify gestaan. Mm -hmm. en, uh, ik draai hem ook heel vaak nog steeds. Ja. En dan is het, zijn dat dan uh, bijzondere momenten, of is het gewoon in de auto opzetten of gewoon inderdaad als thuis aan het werken? Ja, als ik thuis is, ben, dus gewoon puur, dan uh, ga ik er echt voor zitten. Ja. En dan uh, moet ik ook geen boek bij me hebben. Gewoon lekker echt naar die muziek. Klassiek doe ik sowieso niet met een boek. Ik moet nee. je echt naar luisteren. Gewoon zitten, zoals nu, ja. lekker op de en bank. Gewoon lekker, heerlijk lekker uh, meegaan met die muziek. Ja. En daar beelden bij bedenken. En hoe, nou, dat, hoe gaat dat dan? Hè? Dat, dat die beelden erbij bedenken. Ja, Ik, ik bedenk me nu een beetje zo'n klassiek muziekje in mijn hoofd voor. En dan komen we opeens. Wat voor beelden kunnen daarbij komen? Ja, maar als je bijvoorbeeld heel op gedonder hoort, we hebben roffel. Zou bijvoorbeeld een een, een blikseminslag, of een ja. gedonder met onweer kunnen zijn of wat dan ook, of een, 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 uit de middeleeuwen ridder, bijvoorbeeld de ridders aankomen die ten aanval gaan of wat dan ook. Je kan mm -hmm. er alles bij bedenken. En dan, uh, zie, nou, je moeten zich voorstellen in de bank, op de bank of in zo'n mooie stoel als ik. Muziek aan, luisteren en genieten en dan al die beelden inderdaad gewoon zo lekker, ja, uh, gewoon lekker, gewoon ja, ja. En Verder niks eigenlijk. Gewoon en, in de auto dan? Hè? Staat er dan RTV Permanent op? Nee, uh, <laughs> of is het nee. ook Spotify? Nee, hij staat op uh, radio RTV Noord-Holland. Ah, nou ja. En haar radio heet het eigenlijk. Ja, en haar radio. Collega's, dus bijna hetzelfde. Ja. Uh, we gaan nog even naar één telefoon vragen, want we zitten al op de 25, bijna 25 minuten. Dus we zijn aardig, uh, zijn aardig snel er okay. doorheen gegaan. Uh, nou, straks kunnen we nog even wat lekker wat eten. Dus ja, <laughs> zeker weten. Daar gaan we, dan komt hij, nou het kan van, uh, van alles nog zijn. Nu ondertussen tussen even een slok. Dit is een ras van avontuur, hè? Bingo. Ja, oh, dit dus staat er dit weekend op de planning. Is de vraag? Nou, nu hier. We zaten dit weekend op de planning. Uh, dit weekend staat op de planning um, eigenlijk een, een verjaardag vieren. Ja, nou, dat doen we nu eigenlijk ook een beetje. Ja, nu ook. Ja, Gefeliciteerd. En mijn zoon is ook inderdaad. Ja, gefeliciteerd. En, <laughs> ja. Ja, ja, en uh, voor de eerst, het nu op de planning gewoon een uh, beetje wat op me afkomt. Want meestal gaan dingen weer mis uh, eigenlijk. Uh, dat je maakt de planning. Uh, en dat gaat meestal weer de mis. Ik heb zo'n vrijwilligersbezoek, want ik ben mentor nog van een, uh, mm -hmm. van een inwoner uit Purmerend. Dat zeg dat ik dan daar uh, de wettelijk vertegenwoordiger van ben. Ja. We gewoon weer een gesprekje voeren, werkjes weer lekker, een, dan een kopje koffie met hem drinken. En bijtraten. eigenlijk zo'n gesprekje, wat kan ik me zo'n voorstellen, eigenlijk zo gesprekje wat dan wij nu ook hebben? Gewoon lekker huiselijk, gezellig. Ja. hoe gaat het met je? Zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt? Hij uh, heeft bijvoorbeeld een, uh, een ringbel gekocht. Mm -hmm. Ja, dat ding hangt aan de muur of aan de deur buiten, maar er is niks meer gebeurd. Nee. En dan vraag je naar een code van een wifi-code. Ja, dat weet ik niet. Nee. Is, uh, dus dan denk je, ja, dat ga je dan voor hem oplossen. Maar dan denk je met een half uurtje. Maar hij weet niks. Hij heeft geen gegevens. Dus dan ben je inmiddels dan neem je de opdracht mee weer in huis. En dan mm -hmm. ga je thuis maar verder uitzoeken. En van week ga ik dat maar weer afmaken bij hem. Ja. En zo is het. Uh, uh, bent u wel van, van het plannen? Of is het inderdaad? Ik zie het allemaal maar aankomen en als het fout gaat nou ja dan. Nee nee nee. Ik, ik plan wel, maar ik ben wel heel machtig van uh, de planning uh, ja, weer, aan te passen. Mm -hmm. Dus die flexibiliteit, van, er komen als dus dingen doorheen van, uh, ja, als je bijvoorbeeld het, uh, als je licht licht doet het niet. Ik heb wel een penning, moet je zou je het licht moeten maken. Ja. Dus dan moet je weer even wat anders gaan doen. om ja. het uh, zo Op zich en het andere, dat, uh, geen stress, het loopt allemaal. Ja, uiteindelijk weg. komt het allemaal wel. Want de stress, dat ben ik uh, op, de, op de Curaçao wel afgeleerd eigenlijk. O, oh, ben uh, 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 Ja, want mijn zoon heeft een half jaar op Curaçao gezeten, dan ben ik ja. een paar keer geweest en dat toch wel eigenlijk van... Uh, dat gestreste wat ik, daar dan, wat ik hier meemaak, dat mm -hmm. gejaag in het verkeer, allemaal tijd, tijd, tijd. In ja, op dat tijd, dat we, moeten op, hub, snel, we moeten hup snel. Nou, dat uh, is daar toch veel prettiger eigenlijk. Kan Nederland daar wat uh, van leren? Ja, Eigen... vind ik wel. Dat is, uh, denk ik, ik moest, uh, de wereld stort niet in elkaar hoor, als ik uh, vijf minuten later kom. Of nee. als, je moet, uh, als je op tijd bent, kijken ze heel vreemd aan. Ja. Dan nee, bent je vroeg. En nu al? Ja. Nou, wij hebben het nu hier wel. Want normaal, ja. iedereen komt inderdaad tien minuten van tevoren. Dus u was nu perfect op tijd. Want normaal denk ik, oh, nou, die zijn inderdaad nog wat, wat vroeg. Ja. Nu was u uh, precies. Je was precies ja. op tijd. Precies op tijd. Precies op tijd. Ja, dan, precies op ja, tijd. Ja. Um, naast dat, uh, uh, nou, straks dan, uh, dat, dat bezoek, straks dat heet dan een mentor. Ja. Uh, is Verder ook nog veel, inderdaad, uh, veel van die uh, dingen voor de samenleving doe je dat ook veel, inderdaad. Uh, Budgetcoaching doe ik er nog erbij. En dus, uh, dat ook, in in weer, ook in permanent Ook in puur. Je moet toch uh, ja, financieel dat uh, in de vernieling is geraakt om wat voor reden ook uh, ja. toch helpen bovenop te komen. Ik vind ik ook heel mooi om te doen. Een soortje maatschappelijke uh, betrokkenheid. Ja. Ja, ja, absoluut. En dan ja. natuurlijk ook politiek. Ja, en dan Permanent Beemster 21. Ja, uh, PB 21 ja. inderdaad. Uh, op 24 november uh, kunnen mensen naar de stembus. Ja. Uh, wij hebben het in dit programma weinig over politiek gehad. Heel kort maar. Heel en mooi. Dat was wel, dat was ook wel eens lekker. Ja, absoluut. Ja. Hè? Maar om dat een beetje goed te maken, vragen wij in elke lijsttrek: je krijgt de mogelijkheid om in die camera in een kleine 30 seconden te vertellen. Goh, mensen thuis, in Permanent Beemster. Stem op 24 november op PB 21 in 30 seconden, misschien een paar standpunten of een leuk verhaal. De keuze is aan de lijsttrekker. Dus die keuze is ook, geef ik ook aan u. Die camera in 30 seconden de tijd om de Maar ik heb wel een soort, soort spelregels zitten eraan vast om het een beetje makkelijk, een beetje moeilijk te maken. Want wij zitten hier met het idee dat ja, elke lijsttrekker die komt in, die heeft vast wel iets, misschien in zijn hoofd zitten nee. van. Nee, helemaal niet. Nee, we staan niet over politiek. Ik heb er ook totaal niet over nagedacht. Deze nee. vraag komt echt als donderslag bij heldere hemel. Ja, nou, dat is inderdaad de dus, uh, bedoeling. Ik, ja. Dat is inderdaad de bedoeling, want uh, niemand wist het. Nou, dus u ook niet. Nee, uh, dan hier dan we... Een leuke spelregel. Ja, het is wel een leuk spelregel. Ja. Hier zit uh, een, een kaart, wat kaartjes. We hebben hier woorden opgeschreven die uh, creatief zijn. Er zijn er ondertussen al een paar ook uitgepakt al door de andere lijsttrekkers. U mag een woord pakken, het kan van alles zijn. En het woord is. Oh, er staat op. Nee, ja, Mick. Het woord is aan de staat bij u. Gezelligheidsdier. Gezelligheidsdier. Ja. Is het, uh, u bent uh, Nederlands leraar. Is het goed gespeld? Uh, Gezelligheid. Uh, ja, ja, ja. Oh, nou, dat is wel fijn. Want ja. er staan ook woorden tussen. Dat ik denk, ik was een letter vergeten. In de 30 seconden de tijd, de mogelijkheid om... Maar, wat uh, moet ik... Nou, dat gaat nu... In de 30 seconden oh, de tijd, sorry. dat je vertelt aan de mensen in het PMC, "Goh, Stem op 24 november op pb21. Moet minimaal één keer het woord gezelligheidsdier worden gebruikt. In een logische volgorde. Eh, om de standpunten heen. Uh, uiteindelijk, en die mogelijkheid is, uh, uh, ja, op welke manier dan ook, dat verteld kan worden in 30 seconden. Ja. Uh, die camera, hij staat uh, te lachen, de man erachter. Uh, 30 seconden de tijd, gaan nu in. Ik ben Harry Poplier van Purmerend Beemster 21. De meesten zullen mij nog wel kennen als een gezelligheidsdier. Ja, Oud-leerlingen, uh, gewoon mijn vriend uit Purmerend. Uh, en ook nog van uh, trots op Purmerend. We hebben een nieuwe naam, Raak Beemster komt erbij. En ik vind de, wij vinden niet ik, maar wij, Permanent Beemster 21, vinden Beemster wel zo belangrijk. Uh, de fusie is er helaas gekomen. En dan moeten we toch kijken dat Beemster eigenlijk in volle glorie de Beemster blijft. En daar zullen we echt voor gaan strijden. Nou, in de, in nog niet eens 30 seconden, 25 seconden. En het woord is perfect gebruikt. Uh, bedankt, uh, heel erg bedankt voor het komen naar, naar mijn gezellige huiskamer. Ja. Ik hoop dat je het gezellig vond. Hartstikke. Uh, ja. We gaan nog even aan de, aan de kaastengels. Ja. Ik denk dat dat nog wel kan. Uh, heel erg bedankt. Heel veel succes, VIENS, in november en in de aankomende periode. Want het wordt, het wordt druk, het wordt spannend. Ja. Uh, veel campagne voeren. Uh, denk ik. Ja, dat is goed opgelegd, natuurlijk. Vanuit de uh, debatten die daar georganiseerd gaan worden, inderdaad. Ja. En de, de wijken in, hè? Ja, de, de die, de Beemster, op de startdelen. Echt op Ja, echt op campagne 4 november is het zover. En het belangrijkste mensen thuis ga sowieso stemmen. Op welke partij dan ook. Maar ga stemmen, dat is het allerbelangrijkste op november. Heel veel succes met alles wat er gaat komen. Bedankt voor de komst. En dit was Thuis bij mij op weg naar de verkiezingen. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot De volgende keer. Tot ziens. Bye.